Het is smullen geblazen in IJsselstein. Want de oliebol van Brokking gooit ook dit jaar hoge ogen in de AD oliebollentest. En dus topdrukte bij de kraampjes. Alsjeblieft, fijne jaarwisseling. Tot ziens. Hallo. Maar ook topdrukte voor de bakkers. Hier werken ze hard om records te breken. Nou, vandaag gaan we richting de 50.000. En we gaan ervan uit en ze geven morgen schitterend weer op. En dat zal zeker uiteindelijk laten zien dat we naar de 100.000 gaan. Ja. Ja, te gek. Maar hoe krijgen ze dat toch voor elkaar? Gelukkig is bakker Jeroen de beroerdste niet. Opletten, hier komen de tips voor een topbol. Temperatuur. Temperatuur is een heilige basis. Dus zorg ervoor dat altijd je deegtemperatuur, je beslag en je grondstoffen altijd rond 28 graden zijn. Goede kamertemperatuur. Dan heb je de basis al goed. En dan zul je merken dat je echt al gelijk een hele goede oliebol gaat krijgen. Ook thuis. Maar het begint al met de ingrediënten in de juiste verhouding te mixen. Pst, doe er een beetje kaneel bij. Eerst meng je hem langzaam. Als je gelijk hard gaat mengen, dan stuift hij. Dus dan heb je al bloemtekort. En de tijden van het draaien, dat is ook heel erg belangrijk. Ze zetten ook altijd precies een wekkertje. Dus het gaat dan echt op de seconde precies. Daarna laat je het beslag iets langer dan een half uur rijzen. Dan gaat de bol het vet in. 170 graden, 8 minuten. En zorg dat de oliebol helemaal ondergedompeld is. Waardoor je hem er ook weer sneller uit kan halen. En minder en een mooie flinterdunne korst krijgt. Een lekkere krokante korst. Als je hem te lang pakt, dan krijg je natuurlijk een dikkere korst. En dat trekt natuurlijk heel veel olie aan. En dat willen we niet. We willen wel een oliebol, maar niet te vettig. En voilà. De perfecte oliebol maak je dus zo. Hoewel... Het neusje van de zalm zal ik niet doorvertellen. Dat is het geheim van de bakken natuurlijk. Maar dat zijn bepaalde ingrediënten waardoor je een mooiere balans vindt in je oliebol. Ja. Helaas. Het echte geheim wordt dus toch niet prijsgegeven. Nee, je mag hem zo wel proeven. Dat er wel.